We staan hier in het tekenvenster van Condacam. Hier zal alle geometrie afgebeeld worden. Onderin is de ingave balk. Boven staan de knoppen, hier staan de menus. En hier links staan we in het venster van de manager. Je ziet hier een paar items staan, je ziet hier model staan. Hier, dit is in principe een boom met een boomstructuur. De 3D modellen zullen hieronder komen te staan. Het ruwdeel, daar hebben we het over het uitgangsmateriaal. De omgrenzingen is 2D geometrie, bijvoorbeeld begrenzingen van vlakken, van modellen. En onder NC jobs komen de NC bewerkingen staan, die we kunnen genereren middels functies zoals setvlak voorbewerken, circulair nabewerken, contour projecteren, etc. Hier vinden we de 2,5D freeze bewerkingen. Dus dit zijn bewerkingen die gemaakt worden aan de hand van het selecteren van 2D geometrie. Hier zien we ook nog een menu voor boorbewerkingen. Om boorgaten te vinden, om te ruimen. We kunnen boorfrezen, we kunnen zelfs schroefdraad frezen. We gaan even terug naar de manager. En we zullen beginnen met een model te laden. Dit kan zijn 2D geometrie, 3D geometrie. Dus we kunnen hier op de rechtermuisknop klikken en we zeggen laad model. En we kunnen hier gaan kiezen uit een aantal files. Hier staan allemaal edges files. Dit hadden echter ook step files kunnen zijn, sap files. Dat kun je hier allemaal kiezen. Je kunt ook DXF files kiezen. DXF files zijn dan 2D contouren. We kunnen hier bijvoorbeeld zeggen Condacam 1.dxf. We zeggen openen. En je ziet dat er een 2D-contour ingelezen wordt. Je ziet in het model een aantal lijnen en bogen verschijnen. Door hierop te klikken zie je dat de lijn geselecteerd wordt. En een boog weer te klikken wil zeggen dat ze gedeselecteerd worden. Je kunt ook middels dit handje, als je die klikt, een element aanwijzen waardoor hij ook geselecteerd wordt. Het meest rechtse handje zegt annuleer selectie en daarmee worden alle elementen die geselecteerd waren gedeselecteerd. We kunnen echter ook, als we even zeggen bestand nieuw, de tekening is weer leeg en we gaan opnieuw laat model zeggen. En in dit geval zullen we een edges file kiezen, dus we klikken even op edges en zeggen hier op ta2d.igs. En je ziet dat er een 3D-model geladen wordt. Het 3D-model in dit geval is opgebouwd uit vlakken. We kunnen middels deze knop een keer om het model heen lopen. Altijd makkelijk om te zien wat het precies is. En we kunnen dus hier in de boom klikken. We kunnen ook in dit geval, misschien wat makkelijker als we dit vlak bijvoorbeeld zouden willen selecteren, naar het handje gaan en zeggen klik, waarmee dit vlak geselecteerd is. We kunnen ook dit vlak erbij pakken en je ziet dat er twee vlakken geselecteerd zijn. We deselecteren de vlakken weer. En we gaan nu eerst even kijken waar het nulpunt van het systeem ligt en dat zullen we in de volgende video doen. We kunnen even nog snel deze knop een keer doorlopen. Dit was het 3D roteren. Het handje wil zeggen dat je het blikveld kunt verschuiven. Dit wil zeggen door de muis van boven naar beneden of van beneden naar boven te bewegen, het blik te vergroten, te verkleinen. Dit is een venster trekken, linkermuisknop ingedrukt houden. En we zien een vergroting. Dit knopje wil zeggen alles maximaal in beeld. Dat gebeurt nu. Dit is het vorige aanzicht. Hiermee wordt het zicht twee keer zo groot en hier twee keer zo klein mee. Probeer dit zelf ook even uit. We hebben nu edges files geladen en DXF files. We kunnen echter ook STL files laden. In dat geval zul je echter wel zien dat dit één geheel is en dan zul je hier ook alleen een net zien staan. Een net stelt in dat geval een volume voor. Tot zover dit voorbeeld. We gaan door naar de volgende.